gaat om Keibewust 033, een project wat inhoudt het tegengaan van voedselverspilling. Zowel tijdens de Amersfoortse festivals als binnen de Amersfoortse horeca. En daaronder valt Restival en gastvrij tafelen. Restival gaan we doen tijdens 2 tot 3 Amersfoortse festivals. Tijdens de laatste dag van zo'n festival komt er een Restival-stand. Gaan we no waste challenges met elkaar aan. Worden mensen, dus de consumenten, bezoeker ook van het festival, op de hoogte gebracht van wat kun je allemaal doen tegen voedselverspilling. Ja, gastvrij tafelen heeft dus te maken met het tegengaan van voedselverspilling bij restaurants. En het idee is ooit bij mij ontstaan omdat ik een heleboel steaks in de prullenbak zag verdwijnen. En toen had ik wel zoiets van, nou jongens, dat kan toch niet, dat goed vlees, dat gewoon de prullenbak in moet. Mensen van Voedselfocus, die normaal gesproken niet in de gelegenheid zijn om gebruik te maken van een diner in een restaurant, worden uitgenodigd en gaan genieten van een 2-gangen diner tijdens gastvrij tafelen. Het begon met 20 steaks die de prullenbak in gingen. Maar om het voorbeeld te geven, afgelopen zaterdag hadden wij misschien 1 of 2 eendenbordjes over en dat was het. Dus we merken al wel bij ons in de keuken dat er echt een stuk meer de nadruk op gelegd wordt op slim inkopen. Het leuke vind ik dat het nu al opgepakt is, een stuk groter in Amersfoort. Ik had het nooit kunnen bedenken dat we van 1 restaurant opeens naar 7 zouden gaan. Ja, het smaakt altijd naar meer. Maar nu ben ik al gelukkig dat we binnen 3 maanden al zoveel hebben gerealiseerd. En ik denk van wow, als het nu in zo'n flow zit, er komen nog hele mooie nieuwe events en ideeën. Daar zijn we nog allemaal mee in ontwikkeling. En dan hopen we natuurlijk dat het door de deelnemers wordt voortgezet.